Nou, we hebben er heel hard aan gewerkt, samen met de vervoerders. Dus met, met de regionale vervoerders en met de NS. Dus, want wij hebben natuurlijk ook studentenstromen. Studenten die naar universiteiten toe gaan. En met elkaar moeten we zorgen dus dat het openbaar vervoer, dat het niet in één keer volledig belast zou worden. Maar als ik het zo zie, is dat, kijk, voor ons als universiteiten en ook andere onderwijsinstellingen zit het knelpunt van de capaciteitsbeperkingen en de 1,5 meter regel zit niet in het openbaar vervoer. Eigenlijk worden de studentenstromen al verminderd doordat wij 1,5 meter moeten houden en er kunnen niet meer studenten in de gebouwen op enig moment. Nou, en daar zit bij ons het grootste knelpunt en dat leidt tot een lager verbruik van het openbaar vervoer. Maar wij hebben ook onze roosters hebben bijvoorbeeld gespreid. Dus we zijn naar deelurroosters toegegaan om te zorgen dat het ook in het openbaar vervoer, dat je niet opeens iedereen om 9 uur in de tram hebt zitten. Ja. Dus we zijn vroeger begonnen, we gaan later beginnen. Dus, het wordt het stapsgewijs, als een dakpan zijn die roosters in elkaar gezet. Nee, dus als een dakpan het dak, hè? Dus zo zijn die roosters in elkaar gezet. Om te zorgen dat het openbaar vervoer niet allemaal op hetzelfde moment dat daar die piek komt. Ja. Dus ik denk dat we dat goed geregeld hebben met elkaar, regionaal vooral. Hè? Dus hier de HTM met de Haagse Hogeschool, met de Universiteit Leiden bijvoorbeeld. En als je dan kijkt naar hoe vroeg normaal gesproken de studenten moesten beginnen, dat was dan waarschijnlijk zo rond 1 uur of 9, zoiets denk ik. Ja, zoiets. Maar ja. Dat is dus nu bijna nog eerder dan dat. Ja, dat is voor een deel is dat eerder. We gaan ook wel voor een deel langer door. Dus we zoeken ook die randen dus op. Ja. En je hebt dus als je een uur hebt, hè, dus dan stel dat je normaal zou beginnen om 9 uur, 10 uur, 11 uur. Kijk, als je iedereen laat beginnen om 9 uur of 9:15 of 9:30 of 9 uur, 9:30, 10 uur. Als je dat dan verschuift, laat verspringen. Ja, dan kijk, studenten als ze het openbaar vervoer gebruiken, veel gaan met de fiets. Hè? Ja. Maar als ze het gebruiken, dan zitten ze ook niet precies op dat uurmoment in de tram. Of net voor dat uurmoment, hè.